Het Conservatorium Suriname heeft gisteren een open dag georganiseerd. Dit is een van de hoogtepunten van het instituut, waarbij het grote publiek deelgenoot wordt van de recentste ontwikkelingen op het gebied van muziek, zegt directeur Marcel Balsemhoff. De bezoekers hebben kunnen genieten van de verschillende presentaties van docenten en studenten. Het Conservatorium Suriname is een HBO-opleiding voor beroepsmuzici en muziekdocenten. We bieden drie studierichtingen aan. Dat zijn de opleidingen Bachelor of Music in Education en een Associate Degree Multimedia in Sound Technology. Daar, die laatste, leid je op tot Sound Engineer. De eerste, de Bachelor of Music, daar word je opgeleid tot professioneel artiest op een instrument of als zang, als vocalist. De tweede, dat is de Bachelor of Music in Education, daar word je opgeleid tot muziekdocent voor het formeel onderwijs in ons land, vanaf het lager onderwijs tot en met het middelbaar onderwijs, dus GLO, VOJ en VOS. Het instituut, het Conservatorium Suriname, dat is op 11 november 2011 opgericht door de heren Ramon Williams en Albert Arends. En we hebben onder hun leiding de eerste 8 afgestudeerden afgeleverd. Dat was in 2017. In oktober 2017, nam ik de leiding van het instituut over. Balsemhoff zegt verder dat het Conservatorium Suriname elke student aanleert om alle culturen die er in Suriname zijn te kennen. Vooral als het om hun muziek gaat. Zo hebben we ook de vakken Surimuziek, waarbij onze studenten ook kennis nemen en vaardigheden vergaren over de Surinaamse Hindoestaanse cultuur, over de Surinaamse Javaanse cultuur, over de inheemse en over de Afro-Surinamer van het binnenland en van wat men zegt van de stad, van de kustvlakte. Het is een interessant instituut. Je zou erbij moeten zijn op deze open dag. Laten wij merken wie we zijn, wat we doen. En het is belangrijk om te stellen dat wij geen muziekschool zijn. Wij zijn een beroepsopleidingen aan. We zijn een HBO-instituut. Degenen die hier willen komen studeren, die moeten minimaal een HAVO-diploma hebben. Vaker verwarren mensen ons instituut met een muziekschool. Tot zover Marcel Balsemhoff, directeur van het Conservatorium Suriname. Hij sprak gisteren tijdens de open dag die het conservatorium heeft georganiseerd op het complex van het Albert Cameron Instituut aan de Metaalstraat, waar ze ook is gehuisvest.